Hallo, super leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ga ik jullie iets vertellen over mijn ervaring met Roaccutane en mijn tips tegen een droge huid. Zoals jullie misschien wel weten, omdat ik het al een paar keer heb gezegd, ben ik of was ik aan de Roaccutane. Dat is een medicatie, best wel heftige medicatie tegen acne. En omdat ik nu helemaal klaar ben met die medicatie, kijk, helemaal leeg, wil ik jullie daar iets over vertellen. Omdat ik me kan voorstellen van als je zelf last hebt van acne, dat ja, de mensen toch wel nieuwsgierig naar zijn. En ik wil mensen graag helpen door mijn ervaring te vertellen. Dus dat ga ik jullie vandaag vertellen. Nou, allereerst, wat is Roaccutane? Roaccutane is dus een medicatie tegen acne. Je kan het niet zomaar krijgen. Je moet ervoor naar de huidarts, de dermatoloog. Je kan het niet zomaar bij je huisarts krijgen. Je huisarts moet je wel doorverwijzen naar de dermatoloog. Dus ze zullen altijd eerst andere dingen bij je proberen. Bijvoorbeeld van die smeerseltjes, de pil. Ja, wat mij vroeger altijd hielp was de Dianepil. Maar daar mocht je op een gegeven moment niet meer aan omdat het gevaarlijk zou zijn. Helaas. Dat hielp heel goed. Toen was ik gestopt met die pil. En toen kreeg ik mijn pukkels dus terug. Dus ik was op zoek naar een nieuwe medicatie. En toen hebben ze dus inderdaad eerst van alles geprobeerd. Zoals gewoon antibiotica. En van die smeerseltjes voor op je gezicht. Maar niks werkte. En ik was er gewoon helemaal spuugzat van. Dus toen ben ik aan de Roaccutane gegaan. Ik had zelf dingen van gevonden op internet. En ik vond het al heel, heel interessant. En een vriendin van mij had er ook ervaring mee. En die was helemaal gaaf haar gezicht. Dus ja, was ik wel heel erg benieuwd naar. Je mag het dus niet zomaar hebben. Dus ik vroeg aan mijn huisarts of alsjeblieft een verwijzing naar de dermatoloog mocht. Nou, dat mocht gelukkig. En bij de dermatoloog deed ze helemaal nergens moeilijk over. Ik zat niet onder de pukkels. Hier laat u even een foto zien. Maar voor mij was het wel erg genoeg om er vanaf te willen. Want ik ben inmiddels 22 jaar oud. En ja, ik ben gewoon geen tiener meer. Dus ik vind niet meer dat ik nog recht heb op puberteitspukkels. Dus ik was er gewoon echt helemaal klaar mee. Het zat dus voornamelijk hier en hier. En ja, ik vond het gewoon niet lekker om zonder make-up rond te lopen. En ik wil wel gewoon af en toe zonder make-up rond kunnen lopen. Maar dat kon toen niet. Tenminste, dat gevoel had ik dat het niet kon. Want ik voel mezelf gewoon een beetje viezig. Dus ja, ben ik aan de Roaccutane gegaan. Dat zijn de pilletjes die je elke dag moet slikken. En ik heb er een half jaar aan gezeten. Het hangt gewoon heel erg van de heftigheid van je acne af hoe lang je er aan moet zitten. Ik was er al een hele tijd van af trouwens, al een aantal maanden, als in van mijn acne af. Maar om te zeker te zorgen dat het werkt, zijn we langer doorgegaan. Het is dus een kuur, wat betekent dat je dit niet je hele leven hoeft te doen. Maar het zal wel je hele leven moeten helpen. Ja, de minder leuke dingen, het is gewoon erg heftig. En ja, je krijgt er een hele droge huid van. Dus daarom ga ik jullie vandaag over vertellen over tips tegen een droge huid. Mocht je aan de Roaccutane zitten, gewoon een droge huid hebben. Of van plan zijn om aan de Roaccutane te gaan. Maar goed, je krijgt er dus een droge huid van, maar dat is nog niet het ergste. Als je zwanger raakt, dan heb je kans op een misvormd kind. Tenminste, gedurende de tijd dat je hier aan zit. Nou ben ik nog lang niet van plan om zwanger te worden. Ik ben nog heel erg blij met mijn kittens. En ja, daarom vond ik het ook gewoon goed om dat nu te gaan doen. Zodat mijn lichaam genoeg tijd heeft om dat, nou ja, wat er ook voor heftigs in zit, eruit te krijgen. Zodat als ik ooit zwanger raak, dat er in ieder geval uit is. Maar goed, dat klinkt best wel heftig, is best wel heftig. En omdat het best wel heftig is, moet je dus ook elke keer dat je dat medicijn ophaalt, tekenen dat je niet zwanger bent, niet van plan bent om zwanger te worden gedurende de periode dat je dat gebruikt, etc. Dus ja, dat is wel even iets om rekening mee te houden. Plus je moet elke keer bloed prikken, want ze willen zien of het allemaal goed gaat met je, of je niet zwanger bent, dat soort dingen. Nou, bij mij ging dat gelukkig allemaal goed. Ik was na een paar maanden eigenlijk al helemaal vanaf van die pukkels, super blij mee. Wat ik wel had, was een droge huid. En daarom ga ik nu verder met tips voor een droge huid. Nou, ik vind Roaccutane dus echt een geweldig medicijn, omdat het mij gewoon super goed heeft geholpen. Zoals je ziet ben ik dus helemaal pukkelvrij. Wat ik wel aan over heb gehouden is een droge huid. Ik hoop dat nu ik ermee ben gestopt, het wel minder heftig wordt. Het is wel iets minder heftig dan het was trouwens. Toen ik net begon hingen echt letterlijk de vellen aan mijn neus. Echt niet leuk. Ja, daar moet je mee leren omgaan met een droge huid. Voor mij was het best wel raar, want ik was echt een vettige huid gewend. Dus ik ging van een vette huid naar een hele droge huid. Dus ik moest allemaal make-up producten vervangen, want ik had allemaal dingen voor de vette huid. Wat er echt niet mooi uitziet. Want ja, je make-up zit niet echt mooi als je allemaal vellen ziet. Werkelijk waar, het is echt niet mooi. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk dus huidverzorging. Zorg dat je de hele tijd schoonmaakt, is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is een goede crème. Crème die ik heel erg graag gebruik, dus veel heb gebruikt in de periode, is een combinatie van deze twee. Focus, focus. Dit is van Sanssouci. Dit is de Sanssouci Moisture Deep Moist Depot. Dit bestaat uit twee delen, moet je schudden.
En dan smeer ik dat op mijn hoofd. Voelt heel lekker verfrissend. Het ruikt ook gewoon wel lekker. Gewoon lekker fris. Ik kan het gewoon niet echt beschrijven. Maar er zit thermal wasser aus Baden-Baden in. Dus misschien dat dat iets doet. Maar goed, ik vind het heel fijn. Het trekt heerlijk in mijn huid. Sorry voor die toeter op de achtergrond trouwens. We wonen aan een heel druk verkeerspunt. En sommige mensen hebben dat echt nodig om te toeteren. Excuse me. En dit, Sanssouci Moisture Aqua Benefits. Die smeer ik er daarna nog op. Je hoeft het echt niet per se tegelijk te gebruiken. Maar voor mij werkt dat gewoon goed. Ik gebruik het nog steeds vaak. Omdat ik het gewoon heerlijk vind om goed gehydrateerde huid te hebben. Dus ja, ik doe altijd eerst dit op. En daarna dit. Dat laat ik eventjes lekker intrekken. En wat ik soms ook nog doe. Als het echt heel erg heftig is. Zoeken, waar heb ik het nou? Ja. Dan gebruik ik dit. De Camilla Secret Daily Herbal Oil Care for Face. Dit is dus een gezichtsolie. Het is nogal prijzig. Moet ik eerlijk bij vermelden. Maar ik vind het heel erg fijn. Zoals je ziet heb ik er ook al behoorlijk veel van gebruikt. Want ja, dit is dus een olie voor op je gezicht. En normaal gesproken vind ik olie op je gezicht best wel smerig voelen. Maar deze trekt gewoon echt in. Het is wel echt een olie, maar blijft niet shiny opliggen, zeg maar. Dus dit wordt gewoon echt opgezogen door je gezicht. Ja, echt, echt heel erg fijn vind ik dus. Het kan echt aanraden voor die hele droge periodes. En wat ook interessant is voor die droge periodes, is dit Elizabeth Arden New York 8 Hour Cream. Dit is heel bekend onder visagisten. Dit wordt voor heel veel doeleinden gebruikt. Onder andere voor droge plekjes. Wordt ook wel gebruikt als highlighter. En ja, noem het maar op. Ik gebruik het meestal voor mijn lippen. Maar, want ja, dat is trouwens het allerheftigste. Droge lippen. Je krijgt echt gigantisch droge lippen. Dat zal je altijd blijven houden als je Roaccutane gebruikt. En je gezicht gaat, nou ja, op en af, zeg maar. En droge handen trouwens ook, maar daar kom ik straks op. Maar goed, dit gebruikte ik onder andere voor mijn lippen. Maar soms op een hele heftige dag gebruikte ik het ook gewoon op die dry spots op mijn gezicht. Vond ik het ook heel goed voor werken. Ik had vaak hier dry spots, dus op mijn neus en tussen mijn wenkbrauwen in. En dan vond ik dit echt heel erg fijn. Wat ik ook graag gebruik voor mijn lippen, nog steeds trouwens, is dit. Eucerin Aquaphor. Dit wordt op fora over Roaccutane ook heel erg gehyped. Je kan het in Nederland niet krijgen, maar je kan het gelukkig wel bestellen in Nederland. Er zijn van die online drogisten die het hebben, maar je kan die niet bij de apotheek krijgen. Heel erg dom, want Eucerin wordt gewoon verkocht bij de apotheek, maar Eucerin Aquaphor niet. En mocht je in Frankrijk zijn, halen, want daar verkopen ze het wel bij de apotheek. Ja, ook als je geen Roaccutane gebruikt, weet ik van wat. Dit is gewoon echt heel fijn voor als je echt droge lippen hebt. Ik gebruik het heel veel voor mijn lippen. Ik gebruik het nu eigenlijk meer dan dit. En het is ook nog wat goedkoper dan dit. Dus ja, ik zeg Eucerin Aquaphor. Zoals ik zei, krijg je dus ook een last van droge handen. Dus handcreme is echt een must. Ik heb nou niet echt precies een holy grail handcreme, want alle handcremes wel werken. Maar welke ik gewoon heel fijn vind, omdat ze lekker ruiken en een leuke verpakking hebben, zijn deze twee. Dit is van Humor plus Kind. De All-in-One Hand plus Elbow plus Foot Cream. Ja, hij ruikt ook gewoon lekker. En ik vind die verpakking echt super leuk. En het is gewoon een makkelijk meeneemformaat. En deze is wat groter, maar dat vind ik ook wel weer handig voor thuis. Dat niet alles direct opraakt zo. Deze nemen ze meestal niet mee, maar heb ik thuis. Deze is van Boots. De Boots Hand and Nail Cream Lavender and Lilac. Het is ook calming and relaxing. Nou, ik vind het inderdaad wel... zo ruiken, ja, het ruikt relaxed, om het zo maar te zeggen. Want het ruikt gewoon naar lavendel. Ik vind lavendel echt ontzettend lekker ruiken. Dus ik ben heel erg blij met deze. En ik smeer eigenlijk bijna elke dag mijn handen in. Nu moet het trouwens ook heel vaak, omdat ik kittens heb die wel eens een keer aan mijn handen willen zitten. Ik kan ze trouwens op de achtergrond misschien een beetje zien. Ja, hier ligt Peggy. Super cute. Maar goed, handcreme is echt een must. Ik heb echt gehad dat mijn hand echt... super droog was, dat het echt wel eczeem leek. Dat is echt heel erg naar. En dat had ik maar op één hand. Heel erg vreemd. Dat kan dus ook gebeuren. Ja, verder qua make-up. Een foundation voor vette huid. Gaat je huid niet blij mee worden als jij in een Roaccutane zit. Dus zoek echt een foundation die goed is voor de droge huid. Maar ik kan me voorstellen als je net begint met Roaccutane, als je niet van die pukkels af bent, maar wel gelijk die droge huid krijgt. Dat had ik tenminste. En ja, mensen zeggen altijd, oh, zoek een gewoon lichtdekkende foundation, een BB cream of zo. Maar dat wil je niet als je nog steeds onder die pukkels zit. Dus ik heb iets gevonden wat best goed dekt. Echt, ja, behoorlijk goed dekt. En gewoon goed is voor de droge huid. Namelijk dit, de Bobbi Brown Moisture Rich Foundation. Ik vind het echt heel erg fijn. Er zit een, ja, een groot gapend gat in. Dus je moet even mee leren omgaan. Maar wat ik altijd doe is dat ik gewoon zo op mijn hand hou. En dan zo en dan ligt daar gewoon een beetje. Ik vind dit echt een super fijne foundation. Hij is echt het geld waard. Ik gebruikte eerst altijd eentje van MAC. Hoe heet die ook alweer?
Ja, ik weet in Humira, dat is een hele populaire foundation, maar die is heel dekkend en heel goed als je een vette huid hebt. Maar dat zag er niet meer uit toen ik aan de NOAC aan zat. Toen heb ik deze gekocht en ja, ik zweer hier echt bij. Ik gebruik hem nog steeds heel erg vaak. Een andere foundation die ik wel kan aanraden, die wel iets minder hydraterend is dan die, maar voor de overgangsfase is die wel heel fijn. Die gebruik ik nu eigenlijk bijna dagelijks, omdat ik niet meer een super droge huid heb, maar ook niet meer vette huid en ook niet eens helemaal een normale huid, is toch meer tegen droog aan, is deze, de Sans Souci Perfect Lift Foundation. Dit is een anti-aged SPF 10 in en er zit wederom Thermal Spring Water in van Baden-Baden. Nou, ik weet niet of dat nou helemaal fantastisch is of zo, maar goed, ik vind hem wel heel erg fijn. Hij dekt ook best wel goed, ik heb hem nu op trouwens. En ja, hij is ook wel redelijk voedend, heb ik het idee. Het is niet zo van deze heel erg op je gezicht blijft liggen en die... Die heel shiny maakt, et cetera. Het zit er gewoon wat tussenin. Tussen een voedende foundation en een matterende foundation. Het is gewoon dus voor die overgangsfase vind ik dit heel fijn. Ik vind sowieso het product van Sans Souci echt super fijn. En om het foundation op te doen, wil je niet een harde kwast gebruiken. Want daarmee maak je velletjes alleen maar erger. Dus dan kan ik de Beauty Blender aanraden. Ja, wie kent hem niet? Ik zweer echt bij de Beauty Blender. Ik gebruik hem voor heel veel dingen. Ik gebruik hem dus voor mijn foundation. Ik gebruik hem ook voor cream blushes, et cetera. Daar kom ik zo meteen wel op. Ik vind hem echt heel fijn. En voor dingen uitblenden is het gewoon ook heel erg goed. Mocht je, net als ik, heel erg van contouren houden. En ja, misschien ben je wel gewend om eerst te contouren met poedertjes. Tenminste, dat deed ik eerst ook altijd. Dus gewoon een lichte poeder. Bij mij is dat dus witte poeder, omdat ik zo ontzettend blank ben. En een beetje, ja, wat heb ik, wat mauve-achtige poeder hier. Je kan bruine poeder gebruiken, maar als ze licht bent als ik, is dat niet mooi. Dan heb je een beetje een combinatie van assig, ja, een beetje assig bruine poeder gebruik ik daarvoor. Maar als je dus aan een roacutaan zit en zo'n droge huid hebt, dan is poeder echt funest. Van poeder wordt je huid alleen nog maar droger. Het ziet er echt niet mooi uit, maar... Ja, ik baal daar behoorlijk van, want ik hou echt van contouren. Dus ik zocht naar een oplossing. Tada, wat is dat? Cream contouring. Dat helpt echt super goed. Maar dan moet je wel de goede producten hebben natuurlijk. Wat ik heel fijn vind, maar er zijn natuurlijk heel veel opties voor cream contouren, is de, hoe heet het? De Face Contour Cream van And Other Stories. Dit is namelijk een beetje een assig bruine kleur. Een heel, ja, een beetje grijs-bruinige kleur. En dat is heel mooi als je lichte huid hebt. Want dan zijn die warme kleuren echt mooi om mee te contouren. En ja, het ziet er best wel donker uit misschien nu. Maar als je het lichtjes aanbrengt en goed uitblendt, zie je niks van. Ik heb het nu ook op. Ik heb het dus hier en hier en hier. Nou, als je echt een echte contourlover bent, dan wil je ook graag gedeeltes van je gezicht highlighten. En als je dan ook nog eens net zo wit bent als ik, dan valt een andere kleur dan wit niet op met highlighten. Dus ik gebruik een witte contour cream dingetje ervoor. Het is geen officiële contour cream. Het is namelijk de TV Paint Stick van Kryolen. Kryolen is een merk dat heel veel backstage wordt gebruikt. Je kan het niet in alle winkels krijgen helaas. Ik weet dat je in Amsterdam bij de winkel Backstage heel toepasselijk kan halen. Daar heb ik deze ook gekocht. Maar je kan het ook online bestellen. Maar zelf vind ik dat altijd wel een beetje tricky qua kleurtjes. Maar goed, als je... ongeveer dezelfde huidskleur hebt als ik. Ik ben nu trouwens nog een beetje gebruind van vakantie. Ik ben heel wit van mezelf. Dan kan ik deze aanraden. Dit is de kleur 00. Het is een off-white kleur. Dus hij is wit, maar hij is niet helemaal super wit, zeg maar. Dus niet, maakt je niet meteen een spookje. Maar dat breng ik dus hier aan en hier. Een beetje op mijn neus en hier. Dus de delen die je naar voren wil laten komen. En zo kan je dus nog steeds contouren, ook al heb je een hele droge huid. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Dus ja, ik heb deze combinatie zelf uitgevonden, want ik heb dit nergens op internet gelezen als highlight stick. Maar ja, wordt heel veel gebruikt als foundation. Maar ja, goed, ik dacht van dit is voor mij gewoon een goede highlighter. En het werkt inderdaad. Ja, blush. Hou je van blush? Ja, poederblush is geen goed idee, want ja, het is poeder zoals ik al zei. Poeders maken je huid, droge huid alleen maar erger. Maar gelukkig zijn tegenwoordig de cream blushes in. Dus je hebt heel veel keus. Mijn favorieten heb ik wel eens eerder laten zien op mijn blog. Zijn deze van Babor. Dit is de cream blush stick. Volgens mij is het maar verkrijgbaar in één kleur. Dus gewoon deze rozige. En deze vind ik echt super fijn. De Clinique Chubby Stick Cheek Color Balm. De Chubby Stick. En dit is de kleur... waar staat dat? Oh, 02 Robust Rhubarb. Kijk, dit is ook een beetje een roze kleur.
En dan heb ik nog deze, de Cream Blush 03 van Busta. Dit is de kleur Rose Tender. En die is nog wat lichter roze. Nou goed, dat ziet er echt veel mooier uit dan een poederblush als je een droge huid hebt. En die blend ik gewoon uit met de Beauty Blender. Ik blend mijn contouring ook uit met de Beauty Blender. Ik doe echt bijna alles met de Beauty Blender. Dan breng ik dat gewoon hier aan. En dan ga ik dat blenden ook een beetje naar boven. Want het ziet er natuurlijker uit dan alleen van die roze appeltjes. En tot slot wat ik jullie nog graag... Oh nee, ik heb straks nog iets. Sorry. Wat ik jullie nog meer graag wil meegeven is een... meegeven aanraden. Is een cream highlighter. Of ja, dan noem je een vloeibare highlighter. En dit is de High Beam van Benefit. Ik vind deze echt super mooi. Ik denk ook als je geen droge huid hebt, dat die echt heel mooi is. Het ziet er heel natuurlijk uit. Het is een soort van parelmoer glans geeft het. Ja, dat breng ik dus hier aan. En ook hier nog een beetje. En bij mijn wenkbrauwbot ook. Ik ben echt dol op highlighter. Maar ja, poeder highlighters zijn niet al te mooi meer als je een droge huid hebt. Dus er zijn gelukkig opties, zoals deze. En ja, ik had het al over die droge lippen. En helaas, heel veel van mijn favoriete lipsticks werken uitdrogend. Want ik hou heel erg van matte lipstick. Maar ja, dat werkt gewoon best wel uitdrogend. Van MAC heb ik er heel veel. Dus ja, ik ging op zoek naar nieuwe lippenstiften. En wat ik heel erg jammer vind bij hydraterend lipstift is dat het meer een soort combinatie is van lippenbalsem met een lippenstift. Dus gewoon een beetje een getinte lippenbalsem. Daar hou ik niet van. Want ik hou wel van echt mooi bedekte lippen, zeg maar. En wat daar de perfecte oplossing voor is, is de Clinique Pop lippenstift. En dit is mijn favoriete kleur, maar ze komen in nog heel veel kleuren. Dit is de Clinique Cola Pop. Dit is een beetje een bruin-rode kleur. Ik vind deze heel erg mooi. En altijd als ik deze draag, krijg ik ook heel veel complimentjes. Dus ik kan deze echt zeker aanraden. Maar hij is dus ook gewoon perfect voor droge lippen, want deze dekt wel heel mooi. Maar hij hydrateert ook, dus dit is echt fantastisch. En dat was dus de laatste tip die ik jullie wil meegeven voor de droge huid. En als jullie nog vragen hebben over Roaccutane of een droge huid, drop het in de reacties hieronder. Ik kan me voorstellen dat jullie nog nieuwsgierig zijn naar dingetjes als je er zelf aan wil beginnen. Ik vond het zelf ook best wel spannend om aan te beginnen. Maar wat mij betreft was het echt waard. Maar ik snap de tegenargumenten ook wel, want het is gewoon heftig. En dat moet je gewoon weten. Je moet het voor over hebben. Ik zou het ook niet zomaar doen. Maar weet je, net als ik er zo lang al aan zit aan die pukkels. Dan word je er gewoon op een gegeven moment helemaal gek van. Wil je er graag vanaf. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik hoop dat het nu mijn hele leven weg blijft. Maar ik ben ook weer blij dat ik ermee mag stoppen. Want dan krijg je een beetje normale huid. Hoop ik. Zonder pukkels. En goed. Ik kan het je dus wel aanraden. Maar het is echt ieder voor zich. Omdat het dus wel heftig spul is. Je kan er eventueel, zoals ook nog in de bijsluiter, ook nog depressief van raken, maar ik heb daar zelf niet echt aandacht voor. Ik denk dat als je een beetje positief in het leven staat, je dat niet overkomt. Volgens mij ken je dat ook gewoon van de pil. Dus ja, oh ja, nog één dingetje. De pil slikken erbij is verplicht. Nou, vanwege die zwangerschap, et cetera dus. Maar goed, dat deed ik al, dus maakt mij niet zoveel uit. Maar ja, zoals ik zei, als je nog vragen hebt of reacties, weet ik veel, laat het even achter hieronder. En als je dit leuk vond om te kijken, zou ik het heel erg waarderen als jullie mij een dikke thumbs up zouden willen geven. En vergeet ook niet eventjes op mijn blog te kijken, waar je nog veel meer make-up reviews en outfits en weet ik veel wat vindt. En dat is www.redridinghood.com. Tot de volgende keer. Doei doei!